Deze jongen heeft geen grenzen meer. Mijn broer is een NSB'er, mijn broer is een verrader. Het is een verslaafde. Het is gewoon een junk die geld nodig heeft en van mij krijgt hij het niet. Volgens Dean Sanders wordt hij al langere tijd afgeperst door zijn broer. Jamie wilde duizenden euro's hebben, anders zou hij een belastende verklaring afleggen tegen Dean. Aangezien het niet werd betaald, stapte Jamie afgelopen week naar justitie. Hij zou bewijs hebben dat Dean verantwoordelijk is voor het in brand steken van de auto van zijn ex-schoonouders. Dat heb ik al 100.000 keer verteld dat het niet klopt. Dus je vraagt weer naar de bekende weg. Ik zag je net oogcontact maken met je broer die boven de publieke tribune zat. Wat gebeurde er? Ik keek naar boven en ik dacht, hoe heb jij zo ver kunnen zinken? En hij zei gewoon, kom maar, lachend. En hij maakte zijn beweging. Dean en zijn ouders kondigden aan aangifte te doen tegen Jamie. En daarmee is het zoveelste incident bij de familie Sanders een feit. Met mij is het allerergste gebeurd. Een van de ergste dingen die ooit kunnen gebeuren is dat je broertje in je hart trapt. Nou ja, dat Piet of Dirkje vindt dat ik een tokkie ben of wat dan ook. Dat mogen ze van mij vinden. Ik ben er kapot van. Ik ben er echt waar helemaal kapot van. Omdat de rechter Jamie Sanders en ook zijn vriendin wil horen, is de rechtszaak voor onbekende tijd uitgesteld. Jamie was onbereikbaar voor commentaar.